3 maanden geleden maakte ik al een video over elektrische voertuigen en nu is het dus wel weer tijd voor een update, want EV's zijn echt on fire en dan bedoel ik niet de auto's, maar juist wel de aandelen. En in deze video wil ik dan ook een paar bedrijven gaan bekijken en vergelijken via de fundamentele analyse sheet. We gaan ook kijken naar de verwachtingen. Wat is de verwachtingen voor EV's in de toekomst en naar de S-curve? Heel erg belangrijk bij heel veel transities of nieuwe trends, maar zeker dus ook bij EV's. Genoeg te bespreken dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van de passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Nou, nu gaan we dus kijken naar elektrische voertuigen, de aandelen daarvan. Maar voordat we daarmee beginnen wil ik even zeggen, dit is de week van Black Friday. En ook ik heb samen met Tim een beleggerstraining gemaakt. Een online training. Meer daarover krijg je trouwens straks nog wel in de video. Daar komt namelijk ook die sheet die we gaan gebruiken, zit in die training. Maar omdat het deze week dus Black Friday is, hebben we een aanbieding. Deze week is de training maar €99. Oftewel, je hebt 33% korting. En wil je nou meer informatie over die training en gebruik maken van die korting, gebruik dan de link onder deze video. Maar laten we nu beginnen met deze video en beginnen met de toekomst van elektrische voertuigen. En dan hebben we het over een rapport van Bloomberg. En in hun onderzoek kijken zij eigenlijk naar de komende 20 jaar. Ze beginnen dus in dit jaar 2020 en kijken tot en met 2040. Dan gaan we bijvoorbeeld eerst kijken naar het aantal verkopen. Dan zien we dat in dit jaar 2020 dus 1,7 miljoen EV's worden verkocht. Over 5 jaar is dat waarschijnlijk al 8,5 miljoen. 2030 26 miljoen. En over 20 jaar zelfs al 54 miljoen. Op dit moment geloof ik dat er zo'n 100 miljoen auto's per jaar worden verkocht. De komend aantal jaren zal er nog wel iets stijgen. Maar ik denk uiteindelijk dat er wel een dalende trend komt. Dat er steeds minder auto's verkocht worden. Omdat ten eerste auto's langer meegaan. Ten tweede wij zelf steeds minder auto's zullen hebben. Maar steeds meer gebruik zullen gaan maken van taxidiensten. Zeker wanneer je ook geen taxichauffeur meer nodig hebt, dan is het gewoon kostentechnisch veel interessanter om een auto telkens te huren als je hem nodig hebt. Kijken we dan naar het percentage van het aantal EV's dat wordt verkocht ten opzichte van het totaal aantal auto's dat wordt verkocht, is dat dit jaar zo'n 2,7%. Over 5 jaar groeit het al naar 10%. Over 10 jaar is dat al 28% en uiteindelijk 58% over 20 jaar. Dus we zien echt enorme groei. En ook de komende 10 jaar zullen er dus zo'n bijna 110 miljoen EV's uitkomen. Want nu rijden er zo'n 8,5 miljoen rond op deze wereld. En over 10 jaar zou dat al ongeveer 116 miljoen moeten zijn. En heel veel gebeurt nu in China. China zit natuurlijk, ja, als belangrijk land hebben heel veel uitstoot. Ze worden steeds machtiger en nu hebben ze ook een punt bereikt dat ze zeggen van nu willen we juist ook weer alles wat we aan het milieu hebben gedaan de laatste tijd nu eigenlijk weer goed maken. Dus ze lopen echt voorop, zeker in betreft EV's. Nou, dat zien we ook nu al, want meer dan de helft van het aantal auto's zal de komende jaren nog verkocht worden in China. En na de hand wordt ook Europa en de rest van de wereld steeds belangrijker en neemt het aandeel van het aantal EV's is eigenlijk in China af. Maar waarom worden er dan zoveel van dit soort EV's verkocht? Nu zijn er nog relatief weinig. Hebben alleen de mensen met veel geld of die er misschien vanuit de zaak zelf belang bij hebben om zo'n auto te rijden, die rijden hem nu. Het wordt steeds interessanter de komende jaren voor steeds meer mensen. Het wordt steeds betaalbaarder. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de accutechniek gewoon steeds meer wordt gebruikt. Nieuwe ontwikkelingen daarin zijn en daardoor de kosten ook omlaag gaan. Dat zien we eigenlijk over het hele segment al. Afgelopen jaar daalden de kosten van de batterijen met zo'n 13%. En de laatste 10 jaar is dat bijna 90% gedaald. Nou, nu een gemiddelde van zo rond de $150 per kilowattuur. Nou, Tesla heeft laatst nog aankondigingen gedaan wat ze de komende 3 jaar van plan zijn. Welke ontwikkelingen zij hebben. Het werd al gedacht dat Tesla zo ergens rond de $100 tot $120 per kilowattuur zat. En zij zeggen we gaan de komende jaren 50 tot 60% goedkoper kunnen produceren. Dan zakt die prijs dus al naar $60 per kilowattuur. Waar het afgelopen jaar nog rond de $150 zaten voor heel de sector. Dus je ziet wel, dan gaan de kosten heel erg omlaag. Zeker bij accupakketten. Dat is eigenlijk de grootste kostenpost van zo'n auto. En dan krijg je dus ook over een paar jaar dat eigenlijk vaak al ook de aanschaf goedkoper is dan elke andere benzine of diesel. Auto. Nu is de aanschaf vaak nog hoger, maar is naderhand, als je hem eenmaal rijdt, zijn dan de kosten lager. Dus op lange termijn
win je het wel, kom je goedkoper uit met een EV. Nou, over een paar jaar zal het al zo zijn dat je zelfs bij de aanschaf al gewoon goedkoper uit bent en de jaren daarop nog veel meer bespaart. Dus dan is het gewoon financieel heel aantrekkelijk of eigenlijk heel dom om geen EV te kopen. En dat zorgt er dus voor dat juist die komende jaren zo belangrijk gaan worden en dat er ook enorm veel potentieel zit in deze sector. Nou, deze sector is heel erg breed. We hebben ook een bepaald aantal segmenten natuurlijk onder te verdelen. En dat zien we in deze sheet. En daar zien we dan eigenlijk vier sectoren of vier segmenten binnen deze sector. En dan de verschillen in de komende 10 jaar. Nou, wat betreft bussen, dat groeit nog wel, verdubbelt nog bijna. Nu zit dat vooral in China. Bijna alle elektrische bussen die worden eigenlijk gekocht en geplaatst of gebruikt in China. Ik denk dat de komende jaren ook zeker Europa gaat volgen. En met Biden aan het roer in Amerika zal ook Amerika nog wel gaan volgen. Kijken we dan naar tweewielers, ofwel motoren en misschien ook wel Arcimoto, wat we later in deze video gaan bekijken. Ook al zijn het driewielers, dat gaat nog wel een beetje groeien, maar niet zo heel veel meer. Waar het dan juist wel groeit, zijn die twee laatste segmenten. Light commercial vehicles, oftewel busjes en SUV's en dat soort dingen. En passenger vehicles, ja, dat zijn gewoon de auto's. En bij die bestelbusjes en dat soort dingen zien we bijna 15 keer dat het over de kop kan gaan. Terwijl bij passenger vehicles, gewone voertuigen, ongeveer 10 tot 15 keer nog kan groeien. En dat is dus ongeveer de komende 10 jaar. En dat is, zoals gezegd, dat maakt het zo interessant, deze aandelen. Dat maakt deze sector zo interessant, omdat er gewoon enorm veel potentie in zit in de komende jaren. En dan komen wij een belangrijk ander onderdeel van deze video. En dat is de S-curve. Mensen zelf zijn vaak lineaire denkers. Wij denken bijvoorbeeld, elk jaar krijg ik er 2% per jaar bij. Wij denken, ja, ook al dat is niet echt lineair, want 2% wordt steeds groter. Dus je hebt exponentiële groei. Maar het gaat erom dat je eigenlijk altijd maar uitgaat van die 1 of 2% per jaar. Elk jaar, ook over 50 jaar, denk je nog steeds, met mijn loonsverhoging krijg ik er ongeveer 2% bij. Nou, zo denken wij, maar we zullen vaak zien dat trends niet in een lineaire lijn gaan. Trends gaan vaak in een S-curve. En in deze S-curve zien we eigenlijk de auto's van begin vorige eeuw. We beginnen bij 1900. Toen had zo'n 0,1% van de mensen had een auto. En toen waren auto's echt nog wel voor de rijken. Een jaar of 7 later kwam de Model T van Ford. Een lopende band werd dus een beetje, betaalbare auto werd, dus zo moet ik het zeggen. En toen werd dus al in één keer 10 keer zoveel mensen hadden of konden een auto hebben. Dat was ongeveer 1%. Nou, in de komende 7 jaren gaan we nog een keer 10 keer over de kop. Want dan is het moment eigenlijk dat de lopende band ook bij andere fabrikanten komt. Dat het steeds meer logischer wordt, goedkoper wordt om te maken. En wordt het dus ook steeds bereikbaarder voor de mensen. En zo zie je 7 jaar later hebben we in één keer 50%. Dan heeft in één keer de helft van de mensen heeft gewoon een auto. En nog eens 7 jaar later, dan zit in één keer 90% van de mensen heeft een auto, heeft toegang tot een auto. En zo zie je dat eigenlijk in 14 jaar tijd, door middel van die S-curve, we eerst nog maar op 10% zaten. Toen had 10% het wel. En 14 jaar later had 10% het niet. Dan slaat eigenlijk dus in iets meer dan 10 jaar is de hele bevolking om. Heeft in één keer iedereen zo'n auto geadopteerd. Gelooft erin. Het is bereikbaar voor mensen om hem ook te kopen. Ze zien de voordelen en ze willen er dus ook graag heen. En dit soort trends die zie je steeds sneller gaan. Inmiddels met mobiele telefoons gaat het veel steiler. En ook met EV's gaat het waarschijnlijk nog steiler dan wat we hier zagen. En hier zagen we dan de S-curve van de hele markt. En niet elk bedrijf is eigenlijk op dezelfde plek op de S-curve. Sommige bedrijven zijn net begonnen, terwijl Tesla misschien al iets verder is. Al gaat het hier over percentages van het aantal huishoudens dat het zo'n auto heeft. Daar zit natuurlijk iedereen, dat gaat over de sector. Maar eigenlijk ieder bedrijf heeft ook een eigen S-curve. Dan kijken we eigenlijk vooral van welke techniek en welke productiemogelijkheden heeft een bedrijf. In het begin zijn het vaak nog ideeën. Dan wordt het uitgewerkt uiteindelijk productie. En dan kan het in één keer heel snel gaan. Dan kan het zomaar zijn dat in een paar jaar tijd het bedrijf telkens verdubbelt of meer dan verdubbelt. Want laten we Tesla als voorbeeld nemen. Die heeft er jaren over gedaan om misschien de hele wereld, dat hele segment, naar de 1% te krijgen. En dan in een paar jaar tijd verdubbelt het of meer dan verdubbelt het, komen er heel veel bedrijven bij. Met Tesla gaat het een stuk beter, die kan de productie opvoeren en in één keer gaat het heel erg hard. Kijken we specifiek naar Tesla, zien we dat hier ook. Dit is het aantal voertuigen dat zij geleverd hebben in een jaar. Nou, we zien eigenlijk, we zien hier vanaf 2012, maar in 2015 tikken zij de 50.000 auto's aan. 2 jaar later de 100.000 en 2 jaar later gaan ze al bijna richting de 400.000. Dat was vorig jaar. Dit jaar gaan ze waarschijnlijk over de 500.000 auto's heen. Zijn bezig met een paar nieuwe fabrieken en over een paar jaar willen ze al 2 miljoen auto's produceren per jaar. Dus je ziet wel hoe snel dat kan gaan. En zoals gezegd, met Tesla, die zit iets verderop in die S-curve. Maar ieder bedrijf heeft een eigen S-curve en
hangt dus een beetje af van het aandeel van waar in dit S-curve bevind jij ze en waar wil je op investeren. Zoals gezegd, het begint ooit met ideeën. Nicola is zoiets, die blijft maar in het begin van de S-curve zitten. Die hebben geen productie, die zitten te wachten op GM. Andere bedrijven, zoals NIO, zitten al in het begin van die S-curve. Beginnen langzaamaan productierecords te breken, maar hebben nog een hele weg te gaan. Tesla zit dus al iets verder. Ze hebben de grootste stappen al genomen. Ze weten al hoe ze effectief, efficiënt fabrieken moeten bouwen. En de vraag is er gewoon. Zij zitten al iets verder op. Maar dit is dus voor ieder bedrijf anders. En niet alleen dat, ook de techniek kan verbeteren. Dan kom je eigenlijk weer een beetje terug op die S-curve. Er is weer veel meer mogelijk. Dus het kan weer heel hard omhoog gaan. Maar je moet ook heel veel dingen opnieuw leren. Dus het begin gaat weer wat langzamer. Als je dat eenmaal uit hebt gevogeld, kan het in één keer heel hard gaan. En dat is niet alleen met nieuwe techniek. Dat is ook met nieuwe segmenten. Misschien ga je naar een ander gedeelte van de wereld waar mensen andere auto's gebruiken. Waar de techniek anders is. De regelgeving anders is. Of misschien ga je een nieuw modelauto maken. Dat je niet langer een personenauto maakt, maar dadelijk een pick-up. Ook dan heb je allemaal te maken met kleine F-curves eigenlijk binnen een bedrijf. En daar moet je ook zeker rekening mee houden. Maar genoeg nu eigenlijk over de sector in het algemeen, wat de toekomst gaat doen, het belang van een S-curve. Laten we vooral ook gaan kijken naar de fundamentele analyse. En dat we eigenlijk bedrijven op zich gaan kijken, maar zeker ook bedrijven met elkaar gaan vergelijken. En daarvoor maken we gebruik van deze fundamentele analyse sheet, zoals ik hem heb genoemd. Dit is een onderdeel trouwens van onze beleggerstraining, zoals ik eerder al in de video zei. Daar hebben we deze week een aanbieding voor. Ik heb een paar maanden geleden samen met Tim een training gemaakt, omdat heel veel van onze kijkers daarom vroegen. En in deze training van meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal, nemen we eigenlijk een kijker, iemand die de cursus volgt, stap voor stap mee als beginnende belegger van waar moet je op letten. Hoe kun je een plan maken om iets te bereiken op de lange termijn? Een van de dingen die we daarin tegenkomen is in een van de laatste hoofdstukken de fundamentele en technische analyse. En voor de fundamentele analyse hebben we deze sheet gemaakt, zodat je makkelijk snel bedrijven met elkaar kunt vergelijken. En omdat het deze week Black Friday is, hebben we dus een speciale aanbieding. Deze week kost de cursus maar €99. Dat is een korting van 33%. Dus ga daar zeker gebruik van maken. Zeker als je al langer zit te denken aan deze training. Het is maar kort geldig deze aanbieding, dus ga daar zeker van profiteren. Als je de training eenmaal hebt gekocht, blijf je altijd toegang houden. Zolang je internettoegang hebt, kun je inloggen, kun je altijd deze training volgen. En het is ook altijd inclusief toekomstige updates. Dus komen er nog nieuwe video's bij, ga ik deze sheet bijwerken. Dan heb je ook altijd toegang daartoe. En zo als voorbeeld dus deze sheet. Op dit moment is die nog alleen voor jaarcijfers gemaakt. Maar in deze video heb ik eentje versie gemaakt met kwartaalcijfers. Omdat je dan wat meer actuele cijfers ook ziet. En die wordt dus binnenkort, gaan we nog iets perfectioneren. En dan ga ik hem ook weer delen met iedereen die de cursus volgt. Dus binnenkort krijg je ook, ook als je de cursus nu koopt, gewoon meteen toegang tot de laatste versie hiervan. En meer informatie over deze training. Alles wat je moet weten en om gebruik te maken van die korting. Klik dan in de link onder deze video. Maar goed, laten we naar deze sheet gaan kijken. En ik heb nu twee bedrijven ingevuld. Tesla en NIO. Dat zijn denk ik op dit moment de meest bekende, grote namen binnen de EV-sector. We gaan dadelijk meerdere bedrijven vergelijken. Maar laat ik ook voor de gein eens even een bedrijf als Apple daarnaast zetten. Microsoft bijvoorbeeld, om te kijken hoe het daar met waarderingen zit. Dan moeten we vooral gaan kijken hier bij de EPS, de winst per aandeel. Je ziet dat bij Tesla die nog heel erg laag is, maar hij is er inmiddels wel. Bij NIO zitten we nog steeds in de min en ook volgend jaar nog. Terwijl bedrijven als Apple, Microsoft gewoon ieder kwartaal winst maken, ook heel erg mooie marges hebben en een redelijke PE ratio, dat wil zeggen price to earnings, oftewel wat betaal je voor een aandeel ten opzichte van de winst die ze maken. Daarbij deze bedrijven zit je zo begin 30, oftewel je betaalt zo 33, 34 keer de winst per jaar, die betaal je voor een aandeel. Terwijl bij een bedrijf als Tesla al bijna 1000 is, al gaat het in de toekomst wel richting de 125. Ze gaan dus waarschijnlijk meer winst maken, dus dat gaat goed. En veel mensen gaan dus dadelijk ook op dit soort getallen baseren. Eigenlijk al investeren in de toekomst van zo'n bedrijf. Nou, we zien bij NIO nog geen winst, dus we kunnen daar nog geen ratio van maken. Maar goed, deze video gaat over EV's, dus laten we dit weer even aan gaan passen. En dan gaan we hier FUV van Arcimoto. Misschien van de week wel gezien op mijn Instagram. Heb ik trouwens gedeeld dat aandeel ging bijna of meer dan 70% in de plus de afgelopen week op heel erg goed nieuws. We hebben ook bijvoorbeeld Xpeng, een Chinese EV-maker. Volgens mij gesteund door de overheid.
En één waar ik denk ik binnenkort heel veel informatie zult gaan zien op YouTube. Zeker op buitenlandse kanalen. Dit wordt echt denk ik de volgende hype onder EV's. En als ik zeg hype is dat geen goed teken. Ga heel erg goed opletten wat je hiermee doet. Maar ik wil hem toch even noemen. Laat ik trouwens eerst nog even Hylion noemen. Dat is zo'n aandeel dat we een paar maanden geleden zagen. En dat steeg toen ook van, ik weet niet meer hoeveel, nou uiteindelijk 50. Maar ja, nu zien we wel, het is weer 50% gedaald en we zitten inmiddels op 25. Heel veel hype, omdat we mogelijk een contract zouden krijgen van een paar miljard. Terwijl het bedrijf zelf, ik geloof, een paar miljoen doet. We zien het niet eens staan hier. Hylion, ja, die hype is dus wel over. En wat ik zeg, het volgende aandeel dat zal gaan hypen, is verwacht ik dit bedrijf. Het is nu nog geen EV bedrijf zelf, maar ze komen met een merger. Je ziet het hier ook staan. Dit bedrijf gaat samen met dat EV bedrijf om een aandeel op te richten. Je ziet dus op het nieuws ging de koers al weet ik hoeveel procent omhoog. Maar ja, laten we die gewoon even als vergelijking erbij doen. Terwijl we eigenlijk vooral gaan focussen op de eerste drie, zou ik zeggen. Dat zijn toevallig, of misschien wel niet eens toevallig, de posities die ik ook heb. Tesla, mijn grootste positie. 170 aandelen heb ik daarvan. NIO heb ik laatst bijgekocht, of eigenlijk voor de eerste keer gekocht. Puur om ja, een beetje te kijken, ook video's over te kunnen maken. Arcimoto heb ik al een tijdje, dat zijn die driewielers. Ja, heel interessant, een heel erg klein bedrijf, maar wel iets voor de toekomst. En wat je steeds meer ziet is dat XPeng weer het nieuwe NIO is, terwijl NIO eigenlijk het nieuwe Tesla zou moeten zijn. Tenminste, iedereen die Tesla heeft gemist in de afgelopen tijd, terwijl het aandeel ja, van goed $80 of $100 naar $500 ging, die hoopte gewoon dat NIO de betaalbare variant van Tesla was. En daar zien we het aandeel ook heel erg hard op gaan. Veel te hard waarschijnlijk. Dat is ook eigenlijk meteen het idee van deze regel 13. Ik ga trouwens alles met een x'je ga ik behandelen. Dus als je me ooit kwijt bent, ga even kijken bij die x'jes. Hier zie je eigenlijk de koers van de laatste 52 weken bij Tesla. Het gaat wel hard omhoog, maar wel redelijk stabiel. Bij NIO gaat het al veel harder, zeker in de laatste tijd. Bij Arcimoto, zoals gezegd, laatst 70% in één dag op één nieuwsbericht. Niet houdbaar lijkt me. Hier gaan we ook flinke stappen maken, zien we. Dat zijn niet altijd de beste. Ja, het is leuk als je in het aandeel zit, maar het is niet het juiste moment om in te stappen. En hier bij die laatste groep zien we eigenlijk gewoon dat er altijd niks gebeurd is. Terwijl totdat het nieuws komt en dan gaat het in één keer keihard. Het bedrijf is al op een half miljard gewaardeerd. Terwijl we eigenlijk, ja, zover ik kan zien, er is geen informatie over het aantal medewerkers bekend bijvoorbeeld. Dus er werkt bijna niemand. Maar toch is het bedrijf al een half miljard waard. Goed, kijken we verder naar de winst, omzet en marge. De EPS, zoals ik straks al zei, de earnings per share, die is bij Tesla zo'n halve dollar. En de verwachting is dat die de komende jaar 8 keer over de kop gaat naar bijna $4. En de komende 5 jaar is een verwachting dat het aandeel, of de groei trouwens van die EPS, de winst, ieder jaar ja, meer dan 300% stijgt. Dus jaarlijks komt daar natuurlijk heel veel extra winst bij. Dat komt, Tesla heeft inmiddels, zoals ik eerder al zei, zit al wat verder op in die S-curve. Heeft die grootste obstakels van productie genomen. Weet hoe ze effectief en efficiënt fabrieken moeten bouwen. Auto's moeten produceren. En de komende tijd komen daar de schaalvoordelen eigenlijk naar boven. Dus hoe meer je produceert, hoe goedkoper dat kan. En hoe winstgevender het bedrijf is. NIO zit ja, veel verder terug in die S-curve. Dit kwartaal $1 verlies per aandeel. Ook volgend kwartaal zit er nog steeds verlies. En eigenlijk ook in de komende 5 jaar verwachten ze nog steeds dat het bedrijf verlies blijft maken. Juist omdat zij volop moeten investeren in hun productie en dat soort dingen. Ik geloof zelfs dat het bij NIO zo is dat ze de fabrieken, dat ze die eigenlijk leasen. NIO zelf zegt dan weer van ja, dat is veel goedkoper voor ons op dit moment. Want wij zijn niet heel veel kosten kwijt om het proces te effectiever te maken, efficiënter te maken. Aan de andere kant kun je dan ook zeggen, alles wat er effectiever gaat worden in het proces, daar kan NIO ook weer niet van profiteren. Dus hou daar ook rekening mee. Dat is juist iets waar Tesla nu volop van profiteert. Kijken naar Arcimoto, ook nog steeds heel erg klein. Maakt nog steeds verlies. Het gaat de komende jaren of kwartalen wel beter. En ze gaan juist de komende jaar, anderhalf, willen ze heel erg opschalen naar 50.000 van dit soort voertuigen per jaar. Bij XPeng heel weinig data, behalve dat we zien
dat ze ja, of geen winst maken of dat er in ieder geval nog verlies aan zit de komende tijd. En gaan we dan wat verder naar onderen naar de sheet. Ja, hoef niet te letten op dividend, want geen een van deze bedrijven maakt eigenlijk winst, behalve Tesla. Maar die wil geen dividend uitkeren, want die wil natuurlijk liefste investeren in hun eigen bedrijf, omdat daar veel meer winst te behalen is. Gaan we kijken naar de financiële cijfers. En zoals gezegd, hier gaan we kijken naar kwartaalcijfers. Op dit moment, de mensen die nu in de training zitten, hebben hier alleen nog jaarcijfers. Ik ga het binnenkort zo maken dat je hier in het begin ergens aan kunt geven of je jaar- of kwartaalcijfers wilt zien. Jaarcijfers geven vaak een wat actueler beeld, of ja, niet actueler, een beeld op de grote schaal. Terwijl kwartaalcijfers natuurlijk meestal het laatste nieuws weergeven. Heel erg interessant als je met dit soort sectoren bezig bent. Want hier kan in 1-2 kwartalen heel veel veranderen. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij de omzet. Tesla zit inmiddels bijna op 9 miljard. Terwijl heel veel van die andere bedrijven nog in de miljoenen zitten. NIO 0,6 miljard als we het om gaan schalen. Arcimoto 0,6 miljoen. Oftewel net geen $700.000. Xpeng net geen 300 miljoen. De bruto winst. Nou, die zit bij Tesla op meer dan 2 miljard bruto winst. Die is hier bij NIO stukken lager. 80, 85 miljoen. Arcimoto maakt nog zelfs bruto winstverlies. Daar gaat dus heel veel geld in. Maar ja, die zijn ook volop het investeren in die toekomst. En we zien heel erg belangrijk hier de bruto winst groei. Oftewel, hoeveel is de bruto winst gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal? Nou, met Tesla op een heel erg groot bedrag nog steeds 60%. Bij NIO op een wat kleiner bedrag, maar wel bijna verdubbeld. Bij Arcimoto is het gedaald, waarschijnlijk met een ja, corona. Het zou zomaar kunnen dat ze net bezig zijn of net niet zo'n batch kunnen leveren, ik noem maar iets. Xpeng groeit ook heel erg hard, zien we hier. Maar ja, dat is vaak niet zo moeilijk met kleinere aantallen. Naarmate je steeds groter wordt en echt miljarden omzet gaat boeken, dan is het heel erg moeilijk om dan elk kwartaal nog te blijven verdubbelen. Wat ik dan heel erg interessant vind, is het groeivoordeel, zoals ik het heb genoemd. We gaan kijken hoeveel stijgt de omzet en hoeveel stijgen de kosten. We zien bijvoorbeeld hier dat de omzet van Tesla met 45% stijgt, terwijl de kosten met 40% stijgen. Oftewel, ze hebben bijna 5% voordeel, want de omzet stijgt harder dan de kosten. En dit is vaak ook heel erg belangrijk om uiteindelijk meer winst te maken. Ook bij NIO zien we dat dat het geval is, dat de omzet harder stijgt dan de kosten. Zij maken steeds meer nieuwe modellen die eigenlijk steeds duurder zijn. Dus de kostprijs van een auto wordt steeds hoger, terwijl natuurlijk de techniek, de kennis die ze hebben, kunnen ze blijven toepassen en de kosten dus lager houden. Dus ook zij gaan steeds meer marge houden. Arcimoto gaat het bijna verdubbelen. Je ziet de omzet met 150% stijgen, terwijl de kosten op zich maar met 60% stijgen. Dus dit is op de lange termijn natuurlijk heel erg interessant als ze dit door kunnen blijven zetten. Want dan gaat, zoals ik eerder al zei, de winstgevendheid steeds harder omhoog. En over winstgevendheid gesproken, daar hebben we de marge en de netto winst. We zien dat Tesla het enige bedrijf is met een netto winst van 300 miljoen. Al zeggen ze bij Tesla dat dat vooral komt van de EV credits, de emissierechten die ze van Fiat Chrysler krijgen, of tenminste Fiat Chrysler betaalt Tesla voor die emissierechten, omdat Tesla ze wel heeft. Maar ze hebben geen uitstoot met elektrische voertuigen, dus die kunnen ze verkopen. Maar het is natuurlijk veel anders. Kijk, Tesla maakt eigenlijk heel veel winst. Alleen, ze gaan ook gewoon vol in met nieuwe fabrieken. Investeren gewoon heel veel in de toekomst. Dat zien we hier ook. Ze maken eigenlijk allemaal wel winst, maar ze maken netto winst veel minder, omdat eigenlijk alles wordt geïnvesteerd in die toekomst. Want zoals gezegd, we zitten eigenlijk allemaal nog een beetje in het begin van die S-curve. En de komende jaren zijn gewoon heel erg belangrijk voor dit soort bedrijven. Normaal kunnen we ook nog even gaan kijken naar de balans, al ga ik me daar niet op richten, heel erg op richten in deze video. Het heeft vooral, ja, in deze sector is het iets minder belangrijk, maar het is op zich wel belangrijk om in de gaten te houden trouwens, om altijd te kijken of het aantal bezittingen dat ze hebben hoger is dan de schulden. Dan is het bedrijf in principe niet echt failliet. Nou, we zien iedereen best wel een goed percentage hebben. Tesla heeft bijvoorbeeld 45 miljard aan bezittingen en net geen 30 miljard aan schulden, verplichtingen. Dus ze hebben meer eigen geld dan dat ze aan anderen verschuldigd zijn. Dat is altijd een goed teken. Dat zien we eigenlijk overal bij al deze bedrijven terugkomen. Al gaat het hier maar om miljoenen. Het gaat eigenlijk vooral om deze verhouding. En als die maar boven de 1 zit, is dat goed. En hoe hoger, hoe beter. Scrollen we iets naar beneden, dan komen we bij wat de analisten zeggen. En uiteindelijk ook de technische analyse die ik er een beetje in heb verwerkt. Voor Tesla kon ik geen gegevens ophalen, zag ik. Ik weet niet hoe het kan, maar daar heb ik inmiddels ook deze voor ingebouwd. Daar komt eigenlijk een getal uit tussen de 1 en de 5.
richting de 1 is het steeds koopwaardiger, terwijl richting de 5 het steeds minder koopwaardig is, of juist wel verkoopwaardig. Anders zie je hier gewoon een iets staan als positief, wat wil zeggen dat de meeste analisten zeggen koop het maar. Hier zie je dat eigenlijk bij iedereen terugkomen. Nou, hier zien we ook een gemiddelde koerswaardering. De analisten zeggen gemiddeld bij Tesla $357, zeg maar, terwijl het aandeel nu 490 is. Oftewel 37% overgewaardeerd volgens analisten. En dit is dan eigenlijk de koers die ze verwachten over 12 maanden. En dan zien we eigenlijk hier iets heel belangrijks in deze regel, is dat eigenlijk elk bedrijf, of dat nou deze 5 zijn of elk ander bedrijf in de tech, maar zeker bij de EV's, gewoon overgewaardeerd is. Tesla zo'n 40%, NIO zo'n 50%, want ze zeggen het is eigenlijk zo rond de $30 waard. Arcimoto 106% overgewaardeerd, maar ja, dat heeft te maken met die piek op dit nieuws. Natuurlijk is het positief nieuws, maar niet zo'n positief nieuws dat het aandeel dan maar moet verdubbelen in een dag. Dus dit zijn vaak, hier kun je op zien van dit soort aandelen, ook al zijn ze koopwaardig, de toekomst is er zeker wel, alhoewel zijn ze op dit moment gewoon overgewaardeerd. Dat zien we eigenlijk ook bij de technische analyse. Dat is eigenlijk wat je normaal in een grafiek ziet. Heb ik hier even, vooral met de RSI en met de Simple Moving Average laten zien. 30 en 70 zijn kantelpunten vaak. Wat wil zeggen, bij 30 dan is het zo ver verkocht dat het eigenlijk niet meer logisch is. Dat is misschien wel een koopmoment. Terwijl 70 en hoger is eigenlijk een verkoopmoment. Nou, Tesla rond de 70, NIO rond de 70, Arcimoto met het nieuws ver boven de 70. En ook die andere bedrijven, zeker hierbij die laatste, ik moet even denken hoe het bedrijf heette, Arrival. Die ging nieuwe busjes maken. Ook dat was weer zo'n nieuws van, oh, daar komt weer een nieuw bedrijf na de beurs. Veel te veel gekocht op een bedrijf wat niet eens omzet heeft bijna, of helemaal niet. Dat zien we hier dus wel terugkomen, dat al deze bedrijven op de technische analyse ver overgewaardeerd zijn, op de wat analisten denken ver overgewaardeerd zijn, en dus eigenlijk gewoon al zijn gewaardeerd op wat ze in de komende jaren mogelijk kunnen gaan opleveren of waard kunnen zijn. En ik hoop dan dat ik ook in deze video een beetje heb kunnen laten zien hoe ik denk over dit soort aandelen. Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat mijn gemiddelde aankoopprijs van Tesla in het begin rond de stocksplitsing zo'n beetje rond de $70 lag. Naderhand nog wel een klein beetje bijgekocht, maar niet meer zo. Ook al geloof ik wel in het bedrijf, wil ik niet zo heel veel geld daar nu insteken, omdat ik ook denk dat het overgewaardeerd is. En ik misschien wel een beetje spreiding wil in mijn portefeuille. Ik heb dan wel weer NIO gekocht. Dus niet echt spreiding wat betreft sector, maar wel wat betreft bedrijf. Ook omdat ik het bedrijf wel in de gaten wil houden. Maar ook daar zien we eigenlijk overal wat terugkomen. Het is gewoon overgewaardeerd. Maar ja, iedereen wil graag in dit soort aandelen zitten. Niet zo omdat ze nu juist gewaardeerd zijn, maar in de hoop dat ze over een paar jaar veel meer waard zijn. Daar zit eigenlijk de hele hype over. Dat zien we dus nu echt in deze sector. Zien we trouwens ook weer opkomen bij Bitcoin bijvoorbeeld. Een hype die we 3 jaar geleden hebben gezien, dat de Bitcoin naar $20.000 ging, om naderhand ook gewoon weer ergens $3.000-$4.000 aan te tikken. Dus zorg er gewoon voor, zoals we straks ook bij Hylian zagen, dit aandeel, dat je wel, misschien wil je een positie nemen, geloof je in deze sector, weet je dat het overgewaardeerd is, maar doe dit dan met een klein percentage. Want het kan zomaar zijn dat het aandeel wat je nu wilt gaan kopen, of wat je nu koopt, over een maand gewoon in één keer de helft waard is. Kijk daar niet van op. Ik denk niet zo dat het bij Tesla het geval zal zijn, maar wel bij die andere bedrijven. Ze zijn heel erg afhankelijk van het nieuws, van kwartaalcijfers, van wat ze kunnen produceren. Tesla is daar veruit het beste in. Die zijn gewoon al, die lopen gewoon voor. Die hebben al heel veel ervaring. Gevolgd door NIO. Daar hebben ook wel redelijke productieaantallen. Arcimoto hebben niet zo'n grote aantallen, maar wel gewoon een heel goed management. Hebben heel goed de kosten in controle. Gaan juist heel erg groeien de komende jaren, is te plannen. En ik geloof er ook wel in, omdat het zo'n management is dat niet richting kwartalen kijkt, maar echt jaren vooruit kijkt. Dat zij ook gewoon durven investeren in die jaren. Dat het echt voor de lange termijn is. Heel erg interessant voor mij als aandeelhouder. Alleen is het nu veel te overgewaardeerd op het nieuws van de laatste week. En die laatste twee aandelen heb ik niet zo heel veel kennis van de bedrijven op zich. Ik zie ze wel regelmatig voorbij komen. En zeker van het laatste bedrijf, Arrival, denk ik echt dat de komende tijd dat je daar heel veel informatie, heel veel grafieken, video's van zult gaan zien. Maar dat je er gewoon rekening mee moet houden, is eigenlijk alvast een waarschuwing dat je eigenlijk investeert in
in een paar ideeën op dit moment, dat het eigenlijk misschien wel de nieuwe Nicola is. Dus let daar zeker op. Ga er niet vanuit van, oh, daar kan ik makkelijk mijn geld verdienen. Dat kan misschien wel, maar het gaat ook gepaard met enorm veel risico. Dus behandel het eigenlijk als casino geld. Misschien ga je een keer naar het casino met 100 euro. Dan ga je er eigenlijk al niet vanuit dat je ook met 100 euro of überhaupt met geld nog thuis komt. Doe dat ook bij dit soort aandelen. Dan heb ik eigenlijk een beetje mijn visie, mijn stand, mijn update van november laten zien. Hoe ik denk over dit soort aandelen. Maar dit is puur gebaseerd dus een beetje op de cijfers en het nieuws. Maar ik ben ook zeker benieuwd wat jij ervan denkt. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Vond je de sheet die ik gebruikte in deze video, die fundamentele analyse, nou interessant? Dat is dus een onderdeel van de beleggerstraining. Maar ja, dat is maar een klein onderdeel. Dat is een klein gedeelte van hoofdstuk 10. Er zijn dus nog andere hoofdstukken waar we eigenlijk alles stap voor stap uitleggen voor beginnende beleggers. Dat is zeker niet altijd richting specifieke aandelen zoals hier, maar juist in het begin richting ETF's. Denk over wat wil ik over 10, 20, 30, 40 jaar misschien wel bereiken. Wat wil ik aan vermogen opbouwen als ik met pensioen ga en hoe kan ik dat bereiken, hoeveel vermogen kan ik dan verwachten. Dat soort dingen leer je allemaal in die training en een link daarvan vind je onder deze video. En zoals gezegd, deze week is hij dus een aanbieding van 99 euro, oftewel een korting van 33%. En maak er zeker gebruik van als je er interesse in hebt, want aanbiedingen komen 1, hoogstens 2 keer per jaar voor. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week dus 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.